dit moment, tot nu toe, ben ik heel actief met die app aan de slag gegaan. Mm-hmm. Omdat het maakt me heel erg bewust dat het dus mijn keuze is welk schema ik volg. Dus ik ben heel bewust bezig om, als ik de slaapkamer niet gebruik, om te zorgen dat daar geen verwarming aan staat. En ik heb ook mijn woonkamer en mijn keuken twee aparte zones gedaan. En soms zitten we een hele avond zitten we in de woonkamer. Dan mag het in de keuken best wat kouder worden. Mijn huisgenoten vinden het fijn, en dat gaan we zo bekijken, dat het boven nu veel warmer is. Omdat dat apart geregeld wordt. Dus nu wordt met die zonneregeling en met het plug-wise systeem krijg je ook dat de flow-balancering, heet dat, dat het warme water, als het beneden niet nodig is, dan stroomt het naar boven. Dus hun slaapkamers zijn warmer. Plug-wise is een hele nieuwe thermostaatsysteem. En wat je daarmee kan doen is zonneregeling. Dat je via een centraal systeem inschakelt welke temperatuur je in welke kamer wil hebben. En plug-wise, die regelt dan welke radiatoren open en dicht moeten. Dus Rutger, jij hebt gekozen voor plug-wise. Ja. Maar zijn er nog meer systemen op de markt? Ja, met name van Honeywell en van Danfoss. Die hebben ook dit soort systemen. Ja. En de reden dat we voor plug-wise gekozen hebben is dat zij lijken zich te onderscheiden op drie punten. Eén is dat ze hele goede motortjes hebben in de knoppen, waardoor ze heel precies de flow kunnen regelen. Maakt ze ook wat duurder. En de tweede reden is dat ze hebben een draadloos systeem wat heel betrouwbaar is. Dat heet Zigbee. Dat is niet wifi en het is niet bluetooth, maar het zit er precies tussenin. En dat is voor toepassingen binnen huis heel robuust en betrouwbaar. En de derde reden is dat ze dus niet alleen sturen op zonneregeling, maar dat ze ook sturen op een efficiënt functioneren van je cv-ketel. Door de temperatuur omlaag te brengen wanneer dat kan. Ik kan je aan Adam voorstellen. Ja. Dit is Adam. Dit kleine kastje die heeft verbinding met alle radiatoren en met al die thermostaten in alle kranen. En met je iPad of je iPhone of je telefoon, ja. Met een app. En die regelt dan welke radiatoren open en dicht moeten en hoe ver ze open en dicht moeten. Dus dat piepkleine dingetje is, ja, eigenlijk de brains van het hele systeem. Ja, dat is Adam. Als Adam dus weet dat in de keuken meer of minder warmte nodig is, dan gaat hij deze twee floors open en dicht sturen. Lisa weet hoe warm het is in de kamer en Lisa staat mij toe om de gewenste temperatuur in te stellen. Nou, dit is dan een voorbeeld van Tom. Tom, die op deze radiator had ik al een thermostaatknop, dus die kon gewoon één op één vervangen worden door deze Tom. Ja. En in deze woonkamer zitten vijf radiatoren, dus er zitten vijf Toms. Mm-hmm. En daar zit één Lisa. Lisa zegt hoe warm of hoe koud het moet zijn in deze kamer. Ja. En die stuurt dan die vijf Toms aan. Lisa en Tom bij elkaar, ja, in de logeerkamer. Wat ik hier mooi van vind, is dat Tom dus ook prima past op een echte klassieke radiator. Als je zo'n radiator hebt, vooral niet weggooien. Maar ga je systeem zo inregelen dat het op lagere temperatuur kan draaien. En plug-wise is daar een prachtige oplossing voor. Ja, want je hebt je ketel nou op 70 graden? 63 graden. Ja, ik probeer nog strakker dan die 70. Ja. En kijken hoe dat bevalt. Tot nu toe bevalt het prima, maar we hebben natuurlijk nog geen grote vorstperiode gehad. En in deze knop, daar zit een motortje die dus het ventiel open en dicht draait. Kijk maar, daar zitten de batterijtjes. Nout, je vroeg ook naar de app. Ja. Ik heb hem op mijn telefoon en ik heb hem op mijn iPad. Daar heb je wat meer ruimte. En hier zie je dus van elke zone die we ingesteld hebben, zie je de gewenste temperatuur en de temperatuur die het is. Nou, ik vind dan bijvoorbeeld de woonkamer is een hele belangrijke ruimte. Daar zie je dat de temperatuur die daar nu meet is 20,1 graden en de gewenste temperatuur is 20 graden. Ja, dus de Lisa die meet het, ja, en Adam die stelt dan de radiator, die reageert erop. En ik kan hier ook met plus en minnen, kan ik nu zeggen dat die 20,5 of 21 graden doet. Ja. En ik kan ook hem op vooringestelde temperaturen stellen. Dus dit is als ik thuis ben, als ik weg ben, dan gaat hij naar 15 graden. Ik kan hem ook stellen op 's nachts. Ik kan hem ook instellen op ik ben helemaal weg. Dan gaat hij naar 15 graden. En ik kan hem ook instellen op de vorststand. Dan houdt hij de temperatuur op minimaal 10 graden.